topfestival gehad. Het was zeer goed georganiseerd, ondanks de plantsbuien. Veel onweer gehad, ook tussendoor, vrijdag, zaterdag. Maar ik denk dat we zeer tevreden zijn. Ik denk dat we kunnen rekenen op 75.000 tot 80.000 bezoekers. Effectief, wat dus wel weer een record is. Ik kan zeggen dat het absoluut een veilig festival is. Dit soort festivals brengen meer drugs, alcohol mee en een stukje overlast. Aan de andere kant werken we hier zeer hard op met de politie en het parket en het NICC om dit tot een minimum te beperken. Er wordt gewerkt vanuit preventie tot repressie. Ja, voor ons is dat een enorme uitstraling. Dit festival zet onze gemeente op de kaart. De impact is ook groot. We doen daar alles aan, samen met de organisatie Politie en Parket, om dat evenwicht te bewaren. Dat heeft te maken met overlast in de nabijgelegen wijken. Dat heeft te maken met het geluid. Wat het geluid betreft werken we met monitoring op het terrein en daarnaast met een milieuteam. Maar we kunnen zeggen dat we met dit festival toch Houtale Helichteren internationaal bekend maken. Dat is belangrijk. Het festival heeft ook een naam gekregen, heeft een goede reputatie. Op het vlak van veiligheid worden enorme inspanningen geleverd, zowel preventief als repressief. Dus we kunnen zeggen dat we toch tot een van de beste festivals van het land behoren. Are you ready for this?